Kijkers en luisteraars, een vaart goedenavond. Welkom bij SBS Reports van vrijdag 18 december, de binnenlandse berichten. De Surinaamse Paddyboerenassociatie, SPBA, van Harinanden Umrouw heeft in een petitie president Desiree Bouterse dringend gevraagd om een zo noodzakelijke bijdrage van de regering, waar hij het hoofd van is, ter oplossing van de chaos binnen de rijstsector. De boerenorganisatie draagt een zevental punten voor die volgens de organisatie een oplossing hierin kunnen brengen. Deze zijn: het structureel overleg de sector van alle actoren waar wij en andere jaren voor pleiten te realiseren. De in deze aangehaalde verdeelheid onder actoren enzovoort die zo een productschap voor sector in de weg zou staan, is ons inzien een droog reden waarachter de verantwoordelijke overheden zich steeds hebben verscholen. Maak een eind aan chaos en hefzucht binnen de sector. De rijstsector wordt en dat te betrekken oplossingsmodellen voor het bedwingen van de huidige economische crisis in ons land. Dit door de huidige problemen als boven geschetst per direct op te lossen en de nodige middelen ter beschikking van de sector te stellen. Op korte termijn toezegging door het ministerie van LVV zijn de 60 US en de 2 zakken mes daadwerkelijk te realiseren. En in steden de frustraties van de boeren te vergroten tijdens de middelen ter beschikking te stellen voor bevloeiing van rijstarealen aan de linkeroever van de Niger-rivier en de rijstjaren uitgewerkte versleten pompen van Wageningen door nieuwe te vervangen. Het adron te diplomatiseren met deskundigen te versterken zodat eindelijk rijstragen van hoge productie, goede ziekte, resistentie en lage kosten kunnen worden ontwikkeld. In overeenstemming met de waardigheid en gezag van onze president en regering de beloften voor herstart van rijstteelt in district kolonie ook in dat verwezenlijken in plaats van het lanceren van frustrerende droog redenen door ondergeschikte verdoezeling van gedane toezeggingen. Al het mogelijk te doen opdat boeren over de achterstallige betaling bij opkoop export of exporter kunnen beschikken. De regering haar invloed en middelen te laten aanwenden opdat commerciële banken begrip tonen voor de huidige crisis in de sector, rente bevriezen en een grace periode voor aflossing inlassen. En ik hoop dat het een dagje wel zo ver komt dat de problemen zoals jullie zijn ook wel opgelost worden. Dank u zeer. No. In de petitie zijn verder ook de oorzaken aangegeven die ertoe zouden hebben geleid dat de rijstsector nu op zijn kop staat en die ongetwijfeld de paddyboeren ook treffen. Zo wordt aangegeven dat de paddyboeren in grote problemen verkeren, niet alleen vanwege de stagnerende exporten, lage prijzen op de wereldmarkt, maar vooral omdat binnen de sector belangen van boeren en hun gezinnen blijkbaar van zeer ondergeschikt belang wordt geacht. Reeds 4 seizoenen hebben de boeren de banken niet kunnen aflossen met als gevolg boete, renten en de dreiging dat percelen, machines, andere bezittingen zullen worden geveild. Van de voorjaar oogst 2015 is 30-40% van de boeren door opkoper, exporteur nu na 7 maanden nog niet uitbetaald. Dit heeft niet alleen zijn weerslag op welvaart en welzijn, maar ook op hoeveelheid ingezaaid areaal voor de najaar oogst. De wanbetaling door exporteurs zet zich in deze najaar oogst voor. Beweren nog niet ontvangen te hebben van de levering van 6500 ton witte rijst naar Venezuela. De in mei 2015 door onze overheid toegezegende tegemoetkoming van 1 zak uranium en 1 zak NPK en 60 US per hectare ingezet areaal is nooit gerealiseerd. Inmiddels zijn opkoopprijzen dit najaar ook verder gedaald van SRD 50 naar gemiddeld SRD 31,50. Zijn alle prijzen gestegen, de governmentiek weer eens verhoogd, gezinnen geconfronteerd met vervanging van sociale kaart door onbetaalbare basisziekteverzekering enzovoorts. Onze boeren hebben nu een nieuwe toezegging van LVV waarbij de beloften van mei voor wat betreft de uitkering in geld in 2 etappes al geschieden. De eerste van SRD 100 is nu in helaas lakken tempo aan de gang. Over de tweede
het heb en de mes tasten de boeren in het duister. Desondanks trachten deze toch wat in te zaaien, in de hoop een, met bezuiniging op input en veel inventiviteit nog oogst te halen. Uiteindelijk is dit fataal voor boerenbestand en rijsector. De inzijperiode is reeds circa 5 weken aan de gang met een totale inzij van pakweg slechts 3000 hectare, omdat de overheid niet op tijd middelen vrijmaakt voor de aanschaf van brandstof ten behoefte van de pompen van Wakai. En ook niet van revisie en draaien van pompen van Wageningen. De ene pomp is meer defect dan operationeel. De tweede dient als onderdeel ter reparatie van de eerste. Hoe moeten onze boeren hun areaal bevloeien? Hoewel de SPBA-voorzitter Harinenden Umrouw eerder deze week de boeren had opgeroepen massaal aanwezig te zijn bij de indiening van het verzoekschrift hedenmorgen aan districtscommissaris Wit Prakash Jhulum Singh, waren er nog geen 100 paddyboeren op de been om hun ondersteuning hieraan te geven. Ondersteuning uit Paramaribo, Saramaka en Koroni, zoals gezegd was, is uitgebleven. Uit Saramaka was er wel een groep bestaande uit 5 personen onder leiding van Kenneth Sukul, adviseur van de rijstboeren van Saramaka. Minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme TCT heeft donderdag aangegeven dat SLM en Telesuur als eerste in aanmerking komen om te worden geprivatiseerd. Hij merkte tijdens het beantwoorden van vragen over de begroting in de Nationale Assemblée dat als er geen rationalisatie komt, over 2 tot 3 jaar er geen SLM meer zal zijn. Aan Telesuur en SLM is de opdracht gegeven door Rusland om uiterlijk eind dit jaar met een rationalisatieplan te komen. De bewindsman merkte op dat al jaren gesproken wordt over privatisering van staatsbedrijven, maar het is bij woorden gebleven. Rusland vroeg de Nationale Assemblée ook mee te helpen denken. Ook burgers met technische expertise mogen met ideeën komen. Hij haalde aan dat hoe meer draagvlak er is, hoe beter. Rusland deelde mee dat op 11 september bij een overlegorgaan van alle staatsbedrijven van TCT in het leven heeft geroepen. Zo is het mogelijk om zaken gelijk af te stemmen en dat er een standaardisatie is in het beleid. Door het overlegorgaan is er een betere controle op wat er gebeurt binnen de staatsbedrijven. Diverse assembleeleden hebben tijdens de begrotingsbehandeling erop gehamerd om informatie te krijgen van staatsbedrijven. Ook de bedrijven die onder dit ministerie vallen, geven geen informatie. Er werden vragen gesteld over het onderzoek bij Telesuur. Rusland zei dat zodra het rapport afgerond is, de Nationale Assemblée zal worden ingelicht. Per 1 januari gaat in vrijwel alle categorieën het minimumuurloon omhoog. Dat heeft de Raad van Ministers bepaald. De minister van Arbeid, Suwarto Mustaja, heeft dit gisteravond bekendgemaakt in de Nationale Assemblée. Hij zegt dat hij vast van plan is de wet minimumuurloon ter discussie te stellen in het parlement. Mustaja zegt dat zijn ministerie nu bezig is met de voorbereiding van het doorvoeren van de verhoogde minimumuurlonen per volgende maand. Daartoe heeft bij Binnenlandse Zaken op directie- en managementniveau capaciteitsversterking plaatsgevonden. Daarnaast wordt een strakke evaluatie gemaakt van onder meer de diensten, Surinaamse productieve werkeenheden en Stichting Arbeidsontwikkeling. Er moet gekeken worden of de subsidie die zij krijgen effectief wordt ingezet, wat de output is en de verantwoording, zegt Mustaja. De bewindsman benadrukte dat wanneer de regering naar een welvaartssamenleving wil gaan, de 3 sociale wetten, minimumuurloon, ziektekostenregeling en de pensioenregeling, grondig geëvalueerd moeten worden. Hij zegt met het parlement hierover te willen debatteren. In die discussie zal ook ter sprake komen de verplichting die Suriname heeft volgens regionale verdragen van de internationale
arbeidsorganisatie ILO. Mustadja zegt dat niet alle zaken over de positie van arbeiders in deze verdragen corresponderen met de Surinaamse situatie. Het nieuwe bestuur van de Anton de Kom Universiteit Adekus onder voorzitterschap van de hoogleraar Jack Menke zal op 15 januari in functie treden. Minister Robert Peneu zegt aan Star News dat de ministeriële beschikking de volgende week door hem in orde zal worden gemaakt. De Raad van Ministers heeft reeds goedkeuring gegeven aan de benoeming van het nieuwe universiteitsbestuur. Als ondervoorzitter wordt benoemd Dennis Mans, terwijl Jenny John Christopher de nieuwe secretaris wordt. De jurist Naila van Dijk en de docent Rosita Woodley Sobhi maken ook deel uit van het nieuwe bestuur. De vertegenwoordiger van de studenten en die van het technisch-administratief personeel worden door een verkiezing bepaald. Peneu zegt dat het bestuur onder leiding van Ryan Sidin nog enkele zaken moet afhandelen. Er zijn afspraken hierover gemaakt. De minister merkt op dat de beoefening van wetenschap op de universiteit meer tot uiting zal moeten komen. De bewindsman zegt zover te zijn medio januari om het oude bestuur te bedanken voor de bewezen diensten en het nieuwe te beëdigen. Kijkers en luisteraars, het zover de binnenlandse berichten.